We kijken naar camerabeelden van Krijgsman Optiek in Lienden. De winkel is onderdeel van winkelcentrum Timmer aan de Adelsweg. Op vrijdag 17 maart lopen rond 2:50 s'nachts deze twee mannen naar de brillenzaak. Ze kijken rustig rond om te zien of de kust veilig is en gaan dan aan de slag. Met een koevoet is een van de mannen tientallen seconden bezig om de deur open te krijgen. Na bijna 2 minuten lukt het. De mannen rennen naar binnen en vrijwel direct gaat het alarm af. In plaats van alle brillen apart te pakken, rukken de inbrekers meerdere stellingen van de muur en leggen deze op de grond. Als de buit binnen is, pakken ze alles op en rennen ze er vandoor. Buiten zien we de mannen wegrennen. Ze klimmen met alle stellingen over het hek en blijven dan uit het zicht.